Hi, tweeling. Leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En dit is voor week nummer 1 van 2019. En dat is van maandag 31 december tot en met zondag 6 januari. En als ik kijk wat deze week gaat brengen voor de tweeling. Dan heb ik het idee dat het een week is waarin je echt absoluut tijd voor jezelf inplant om je jaar te overzien. Je vindt het heel erg belangrijk om goed te bedenken van wat je nu eigenlijk achter je gelaten hebt, wat je gaat doen. En daar blijf je maar mee bezig en een beetje aan het stoeien. Ik heb ook het idee dat je de plannen die je voor jezelf bedacht hebt, dat je die heel graag wil delen met mensen om je heen. En dat je ook echt de gezelligheid deze week wederom gaat opzoeken, omdat het gewoon heel erg belangrijk voor je is. Je bent heel erg toe aan mensen om je heen, om leuke dingen te vertellen en om plannen te maken voor het nieuwe jaar. Ik heb het gevoel dat je alleen naar de buitenkant niet altijd helemaal alles laat zien wat er bij jou in je hart gebeurt, ondanks dat je dat eigenlijk wel heel erg duidelijk voor jezelf hebt. He, probeer dat af en toe ook eens gewoon naar buiten te brengen. En als je dat niet wil, hoeft het natuurlijk niet. Maar soms kun je wel, als je jezelf kan uiten, kan je daarin zelf ook weer heel erg gaan groeien, omdat je dan je eigen ware ik laat zien. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne jaarwisseling. En ik hoop dat het een fantastisch 2019 mag worden. Waarin je alles op je pad krijgt wat je op dat moment nodig hebt om voor jezelf een heel mens te maken.